Oranje Movies. Yo, het is weer donderdag en dat betekent maar één ding. Het is weer tijd om te kijken hoe debiel mijn haar eruit ziet. In godsnaam zeg. Ja, je hebt twee opties. Of het waaide buiten ongelooflijk hard, of ik heb gewoon een drugsprobleem en het waaide buiten echt niet hard. Toch is het donderdag, jongens, en daarom is het tijd voor de... Elke donderdag op Banjo Movies een nieuwe Banjo Break waar we allemaal zin in hebben. Jij dus ook. Ga niet doen alsof je er geen zin in hebt. Je hebt er fucking zin in. Je vindt het maar leuk. En vandaag is het weer tijd voor de verse 5. De verse 5 niet te verwarren met de verse 50. Dat was van de smoesjes van Cooper. Waar zijn de smoesjes? Ik wil de smoesjes terug. Dat is helemaal geen probleem. Hier, 1001 smoesjes kan je bestellen bij bol.com. 10 euro en je hebt de smoesjes. Voor nu dus de verse 5. Koop mijn boek. Koop eerst mijn boek. Linkje in de beschrijving. Koop mijn boek. Wij gaan vandaag doen de 5 irritantste mensen in... soorten mensen irritant in de auto. Ja, wat hier in beeld staat, dat gaan we nu doen vandaag. Nummer 5! Ook in het algemeen weten we allemaal dat Duitsers de beste snelweg hebben van de wereld. Alleen de Duitsers die rijden over die snelwegen zijn lang niet zo goed als de snelwegen zelf. En ik kan het weten, want ik ben wel eens een keer gaan liften. Ja, ik zou ook eens een keer de trap nemen. Altijd maar met de lift. Ja, leuk. Kutgrap. Kom op. Iemand. Hey, hoi, zou ik een stukje mee kunnen liften? Aber natürlich, mein Leute! Wie geht's? Bardolf, hè? Huh? Oh, nee, nee, niet jij, Bardolf. Aber waarom niet? Ik fahre mit viel gas, hè? Huh? Gas? Weißen Sie, Bardolf, gas? Precies, dit is het ding, dit. Deze opmerkingen, ze zijn nogal, gas op die lolly! Vroom, 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 vroom! Gas, gas! Weet je, thanks, ik wacht wel op de volgende. Ah, nou ja, hi! Vijf! Wat? Oh, ik sage, hi! Vijf! High five! Nee, thanks. Typische Hollandse Leute, hè? Gas om die lolly, jongen! Vroom, vroom, vroom! Gas, gas, gas! Nummer 4! Er zijn ook ongelooflijk veel mensen die hebben last bij het rijden van hun... hun blaas. Snap je, blaas? En dat is naar, niet alleen voor de bestuurder, ook voor iedereen in de auto. Kunnen we weer een half uur wachten op Pietje die zijn blaas niet onder controle heeft? En dan ga je je weer dood vervelen. E-team was dat. Dat was de E-team. In ieder geval dus, mensen die moeten plassen. Vrij algemeen. Maar toch, mensen die moeten plassen. Iedereen op aarde is irritant vanaf nu. Daar gaat Stef voor. Weer de eeuwige pis doen. Yep. Die jongen die is echt zo lek als een mandje gewoon hoor. Of hij gaat gewoon zometeen zitten drugs dealen, wedde? Ja, dat... Oh, volgens mij is dat zijn dealer, of niet? Oh ja hoor, natuurlijk. Nu wordt Stef voor ons gezicht in elkaar geslagen. Ja, tuurlijk. De drugsdealer die... Ja hoor, zijn wij toevallig bij. Weet je, laten we rijden. Fuck it. Hij kan het zelf wel uitzoeken dit. Ik vind het wel goed zo. Oh, er wordt zijn portemonnee gejat. Of... Ja, ga gewoon. Dit hoeft niet meer. Dit. Stef met zijn kuthumor. Veiligheid is belangrijk en veiligheid gaat voor alles. Tenzij je een puber bent, je bent hitsig en je bent voor het eerst met een vriendinnetje op haar kamer. Dan gaat veiligheid niet voor alles. Waar ik heen wil gaan met dit gebrabbel is gewoon dat het heel erg irritant is als iemand bij je in de auto zit die alleen maar let op de veiligheid. Alleen maar. Het is bijna net zo irritant als een sketch die in het donker is gefilmd. What the fuck? Jongens, what the fuck, man? Jesus! Ah, fuck, man! Bommen! Oh, ga rustig naar achter. Ging net goed. Moet je een biertje? Nee, ik mag niet drinken. Je bent geslaagd voor de testmakker. Gefeliciteerd. Nummer 2! We mogen in deze lijst niet de politie vergeten. Ik weet dat de politie niet per direct bij je in de auto zit. Totdat je wordt aangehouden. En holy fuck, wat is dat lichtvel. Politie, als hij niet in je auto zit, is heel irritant. Maar als de politie naar je toe komt, op je raampje tikt, wordt hij vaak nog irritanter. Zeg, meneertje. Hebben we enig idee hoe hard wij gingen daarnet? Nee, hoezo? Oh, nou ja. Ik zou ook niet weten hoe hard je daarnet ging. Mijn meter is kapot. Sterker nog, mijn hele auto is kapot. Sterker nog, mijn auto is gejat en mijn baas mag het niet weten.
Ja. Ja. Wat? Gekke vraag, maar mag ik misschien een lift van jou naar het politiebureau? Ik ben eigenlijk best... Ja, super, dankjewel hè. Ja, dankjewel hoor voor de rit. Je wil niet weten hoe het tegenwoordig is met die hangjongeren. Ze zien een politieauto en ze slaan hem gewoon kapot. Bam, bam, bam. Dat je weet zelf, ik moet dit nou. En stop maar even. Want ik zie dat je nu aan het rijden bent zonder gordel, jongeman. Dat is een boete van €130. En als ik dit bekijk, dan heb jij volgens mij de APK ook niet op orde. Dat is €210 erbovenop. En dan mag je wel verder rijden naar het politiebureau hoor. Ik schrijf de boete wel uit, ondertussen. En stop maar weer! Wat? Je rijdt weer zonder gordel. Dubbele boete daarvoor, jongeman. Ik zal vriendelijk zijn en je geen boete geven. Je staat nu stil de weg. Mag ook niet, hè? Nummer 1! Elke autobestuurder heeft een keertje rijles gehad. Ja. En ik weet ook dat heel veel mannen waarschijnlijk wel een keertje op het internet een rijinstructeur hebben gezien. En daarmee bedoel ik niet op YouTube. Daarmee bedoel ik op Hey, is het al zo laat? Ja, het is zo laat. Ja, ja. Tijd voor de rijinstructeur. Zeg, jij kan wel een paar extra autorijlessen gebruiken, geloof ik. Hoezo? Ik heb morgen mijn rijexamen. Ja, ja, dat weet ik, maar misschien wil je wat extra tips of zo en dan ben ik heel benieuwd. Heel benieuwd wat jij nog meer kan met dat mondje van je. Kijk, ik kan jou korting geven. In, misschien als jij je shirt uitdoet of... Bedoel je seks? Nou ja, ik zie het meer als een eerlijke ruil waar we zelf plezier aan beleven, hè? Ik ga wel naar Gataren Moken voor mijn YouTube-rijles. Ah, wat een homo, jongen. Ja, de volgende is Sophie Milzink. Heb ik het beter getroffen. Vond je deze video leuk? Geef dan vooral. Ja, ik kan het eigenlijk zelf wel verzinnen. Ik hoef niet eens te zeggen. Iets met een duimpje en abonneren. Doe het gewoon. En dan gaan wij verder met de roar, oftewel de reactie op alle reacties. En dat is deze week. De reactie over alle reacties is niet ingesproken deze week. Bardo, godverdomme. De laatste tijd is er ook veel gedoe op YouTube met abonnementen die worden opgezegd. Mocht jij al geabonneerd zijn op Banjo Movies, ga voor de zekerheid even naar beneden. Klik niet alleen op abonneren, maar klik ook vooral even op het belletje. Want als je belletje indrukt, krijg jij als eerste een notificatie als er een nieuwe Banjo Movie online is. En daardoor zal jij nooit de aankomende 48 Banjo Breaks gaan missen. Dat is toch een fijne gedachte. Elke donderdag een Banjo Break, ja ja. Bedankt voor het liken en het abonneren hier beneden. Ik ga nu weer lekker... Wow. Dat zal mijn leerling zijn. Ik ben tegenwoordig rijinstructeur. Of rijinstructeur. Hè? Leuke lessen. Mandy, twee hele grote handen. Favoriete leerlingen.